De politie staat er nu allemaal klaar. Blijkbaar. Dikke lul! Maar ik paniek in mijn ogen net. Ik zat echt van... Ja, ja, hij stopt. Hij... Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Wij zijn echt net het huis uitgegooid door de mensen van het appartement. We zijn er niet uitgegooid, dat is echt zielig. Die mensen die stonden echt te wachten tot het bij waren. Ja. Vet gehaald. Oh, we hadden net echt gekke, dus hier komen even wat beelden. Wie is ie? Grapje, was een grapje. Sorry, het is een grapje. Nee. Oh, die staan beneden met de trap. Jongens en meiden, goedemorgen. Ik zit maar te kutten, joh. We zijn net het huis verlaten. Er ligt hier nog een tak op de grond. Want Alex die heeft Jade gisteren met een tak keihard op de billen geslagen. Besef, ik kwam gisteravond de slaapkamer binnenlopen. En ineens ligt Jade daar keihard te huilen. Ik zeg, wat is er? Had Alex gewoon Jade keihard gespenkt? Ja, maar nu kom ik echt op beeld als een vrouwenmishandel. Nee, maar... Ja, ze zit nog steeds... Niet waar. Dat is echt niet mijn bedoeling. Nee, dat snappen we allemaal, Alex. Maar jongens en meiden, een hele goede morgen. Dus welkom weer terug bij een nieuwe vlog nogmaals. We zijn allemaal super verward, want we hebben een hele leuke laatste avond gehad. We staan hier nu met al onze koffers hier zo. Ricardo is dus al lekker naar beneden en wij moeten straks een taxi pakken. Want we gaan dus door naar ons volgende verblijf en dat is dus in Napels. Dit blijft wel echt nog steeds. Oh. Kijk uit. Nog steeds echt de meest gammele lift en de meest echt crappy lift van mijn leven waar ik ooit heb ingestaan. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Ja. Zo'n klein hout kabinetje. Die geen piepjes heeft, niks, alleen dit. Oh. Oh, sorry. Oh, we zijn weer de hele tijd aan het kutten deze ochtend. We gaan maar heel even normaal doen. We gaan straks lekker de taxi in en even lekker de ochtend rustig beginnen. Ergens hier komt de taxi ons dus ophalen. Hey, goedemorgen jongen. Ja, het is maar goed dat jij een zonnebril op hebt. Ja, inderdaad, ik ga wel zo staan. Ja, doe dat maar lekker inderdaad. Verdomme. Hoe voel jij je, Jade? Ja, nog nooit zo goed gevoeld. Nog nooit zo goed gevoeld? Nee hoor. Wat fijn. Ja. Dat is toch echt fijn? Ah, kijk dan. Cute. Hey. Oh. Wat een poepje. Ricardo heeft dus gisteren blijkbaar nagelak bij Alex opgedaan. Prachtig. Ja. Ik heb het ook op mijn been zitten hier jongens. Maar we krijgen het er dus niet af. Dus we hebben even... zeg maar nagelak remover nodig. Ja, dat hebben we dus even nodig van jullie straks. Ja, die heb ik in het hotel laten staan. Echt? Oh shit. Ja, ik vind het wel leuk. Ja. Ik vind het ook wel hebben. Het is ook mooi gelukt, hè? Ja, prachtig. Hey, is de Italiaanse 5 minuten antwoord? Het zijn 15 minuten, doe er niet zo ongeduldig. Kijk eens aan jongens, daar is onze taxi. Even lekker in de airco zitten. Het is dus een uurtje rijden naar Napels toe. Dus we kunnen even lekker ons ooggezicht doen. En even chillen in de taxi hier zo. Hè? Wat heb jij wel nodig zo te zien? Jezus. Jongens, ik geef jullie één advies. Doe je gordel om in deze auto. Want taxi... Zuip niet de avond van tevoren. Ja, zuip niet van tevoren. Ik zweer kotsig deze man zijn taxi aan. Oh, wat een heerlijke stemming hangt er in deze taxi. We zijn net aangekomen in Napels. Pik, het begint nu al leuk. Hij doet koude op bovenspik. Oh. Dat is feiten. Aan jouw kant, hè? Ja, luister. Oh, wilt hij fooi of zo? Geen idee. Hè, wat lopen ze nou ook achter hem aan nu? Achter onze taxichauffeur. Nou, jongens, gezellige boel hier. Gaan we matten of niet? Gaan we matten? Let's go. Ik heb net even lekker een uurtje geslapen in de taxi en we zijn net aangekomen hier midden in Napels. En we werden dus eigenlijk aan het begin van de vakantie met Jade al gewaarschuwd door een of andere vrouw van ja, je moet hier echt uitkijken, het is echt een criminele stad en weet ik veel, maffia en allerlei andere. Gelukkig is Ricardo erbij, hij lijkt wel een beetje op iemand van de maffia. Jij bent echt zo'n perfect Italiaantje eigenlijk als je dat zo ziet. Het niet anders komen, klopt allemaal. Maar ik weet niet wat er net gebeurde. Er was een of andere man die ineens ruzie kwam maken hier zo met de taxichauffeur. Ik versta geen Italiaans, dus ik heb geen idee wat hij allemaal tegen hem zei. We zijn hier trouwens ook dus net afgezet door de taxichauffeur, maar hier staat de naam van het hotel. Hotel Santa Brigida. Of, ja, alleen deze deur ziet er zeg maar uit alsof het hotel al jaren failliet is. Dus ik weet niet of we goed zitten. God, we niet winnen. Wat heerlijk! Dus we hebben een beetje een probleem. Dus Noora is even een belletje aan het plegen. Wel echt fijn dat we dus inderdaad ook gewaarschuwd zijn. Dat we nu gewoon hier lekker met al onze koffers op straat staan en dat we dus ook niet weten of we goed zitten. Wat raar dit. Oké, echt super stom. We kunnen dus gewoon echt niet het hotel vinden. Maar overal op Google Maps, alles geeft hij aan dat het gewoon hier is. Alleen, zelfs op de foto's, we zien een heel oranje gebouw op de foto's van Google Maps, maar nergens te vinden. Nice. Dat is ook echt snikheet. Ja. Heel apart, blijkbaar is het dus wel gewoon hier. Heel raar, we snappen er helemaal niks van. We moeten nu dus met de lift via dit dingetje helemaal ergens naar boven. En we staan weer in een... Oh, komt er nog iemand bij? Nee, dat gaat niet passen. We staan weer in een of ander heel klein liftje hier. Welk verdiep moet meneer? 3. De deur moet eerst dicht, anders kunnen we niet. Oh, zo. Oh jee, wat is er met die gekke lift hier? Ik heb geen mondkapje op. Oh kut, ik heb geen mondkapje mee. Echt? Oh, top, thanks. Na alle onduidelijkheid is het ons gelukt. En kijk eens even wat een aparte kamer dit is hier midden in het centrum van Napels. Want we zitten dus echt, ja eigenlijk stonden we hier net beneden. Kijk, wow, dit zijn echt enge balkonnetjes. Als deze naar beneden vallen, wow, wat een drukke straat. Ik zie dit ook pas voor het eerst nu trouwens. Echt midden in Napels zitten we dus. Maar als je dan dus hier naar binnen gaat, dan zitten wij hier met te veel mensen in de kamer. Hey, hallo. Wat liggen jullie er lekker bij? Gaan jullie samen slapen vanavond of niet? Een Kijk eens even. Het apart aan deze kamer is dus dat er gewoon echt een bad midden in de kamer staat. En een douchekop, gewoon die ook hier zo inderdaad uit het midden van de kamer komt. Dus... dit is eigenlijk weer echt zo'n koppeltjeskamer, om het zo maar te zeggen. Dus vandaar Alex en Noora liggen lekker op bed. Grapje, grapje jongens. Als je dan... Oh, hè? Huh? Maar wacht even, dus je hebt... Wow. Wat nice. Wow, er komen lichtjes uit. Kijk dan. Zo. Ik wil net zeggen, dus eigenlijk is dit een douche, maar je hebt dus ook gewoon hier een douche. Kijk, met allemaal massagestralen hier ook erin. Oh, dat is wel echt nice. Dat hadden we in dat vorige hotel ook. Dat is echt top. Nou, en dan heb je hier spiegel, hallo, en dan heb je hier dus het toilet. Het enige rotte wat ik dus al zei, is dus dat we met te veel mensen zijn, dat we dus sowieso niet met z'n allen hier kunnen slapen. Zo, dat kan makkelijk. Ja, kan dat makkelijk? Ja. Nog gewoon. Rika, kom erbij. Ja. Oh ja, ja. Stel je voor dat de housekeeping morgen binnenkomt en dat ze ons allemaal hier zo ziet liggen. De deur staat ook gewoon nog open. Oh ja, hallo. Hallo. Nou, ik lig helemaal prima. Wie wil er een natte rochel op mij willen? Huh? Hier is die kamer. Huh? Maar wacht even, waarom staan de hotelkamerdeuren hier gewoon open, jongens? Wat? Huh? Deze zit gewoon nu op slot. Hé. Hey. Dit is een mooie kamer. Ik doe gewoon random mijn deur open en dit is gewoon een hotelkamer van iemand. Is dit niet met schimmel? Nee, dit is niet de beschimmelde. Ze wilden ons namelijk eerst in de beschimmelde kamer gooien, maar dat kon dus niet. Maar wacht, is elke deur dan open? Oh, kut. Weg hier, weg hier. Oké, aangezien alle deuren toch hier totaal open zitten. Deze ook. Kijk, ze wil dus eerst ons deze kamer geven, maar het is allemaal schimmel op het plafond. Maar we proberen het nu alsnog te krijgen, want anders hebben we echt gezeik met omdat we met te veel personen zijn. Want, kijk, dit is dus ook onze kamer. Oh, die zit dus wel op slot. Dan zijn we dus nog met 5 en we hebben maar dus 4 slaapplekken. Dus eigenlijk moeten we even een extra kamer erbij fixen. Jongens, het probleem is helemaal opgelost. Kijk eens even aan. Dit is dus de kamer waar Jade en ik slapen. En we hebben ook volgens mij precies hetzelfde uitzicht. Ja, op de straten hier. Mooi. En jij mag lekker in het schimmelkamer, hey. We hoefden maar de helft van de prijs te betalen, dus dat is wel fijn. We zijn de straten ingegaan en kijk eens even hoe apart het er hier allemaal uitziet. Al die balkonnetjes hier zo, al die dingetjes, al die... Satellietschotels. Ja, satellietschotels, wat is het allemaal jongens. Oh, ik zie pizza, ik zie pizza. Precies bij de tent waar ik zei pizza, zitten we nu ook lekker even te wachten. Wie gaat er een pizza nemen? Wie joint? Ja? Hey, hey. Hey, jij ook? Alex is zo gezellig de laatste dagen. Mijn pizza, als hij zo op tafel zet, schuift hij er zo af. Ja, we zitten wel een beetje schuin hier in het straatje. Wel echt gekke straatjes zo, wat ik al zei met al die balkonnetjes. Ik ben dus ook echt bang dat vandaag gewoon op Napels, omdat iedereen er zo voor gewaarschuwd heeft, dat gewoon straks ineens mijn camera uit mijn hand geript wordt als ik aan het vloggen ben. Zo leuk dat ik altijd de pizzakaart open, maar dat ik eigenlijk altijd margarita neem. Hé, hey, margarita... Zag je die prijzen? 4 euro voor een pizza. Ja, dat is niet veel. Nee. Dit zijn ook gewoon echte pizza's. Die zijn ook ja, die echt lekker zijn. Beautiful pizza in Napoli. Yes, yes, yes. Oh yeah. Yeah. Margarita Bianca, wat is dat dan? Oh, dat is zonder... Zonder Heineken is het zonder tomaat, ja. Ik ben dus echt in staat om vandaag expres, klinkt super stom, een vlucht te missen, want ik wil gewoon nog niet naar huis. Je vliegt morgen naar huis, hè? Oh ja, morgen bedoel ik. Morgen vlieg ik naar huis. We vliegen gewoon naar Ibiza. We vliegen gewoon door. Ja. Ja, ik wil dus echt nog niet naar huis. Nee, ik ook niet, maar dat is altijd mijn vakantie. Je moet dat gewoon ooit eens kunnen afsluiten. Snap je? Ja. Stop op je hoogtepunt, nu ben ik gekomen, dus dat was hoog. Was dat het hoogtepunt dat jij gekomen bent? Ja. Of je verkoopt je villa en we leven gewoon... We? Wie is we? Jij. Zo, je zegt altijd geld, geen vriendschap en zo, maakt allemaal niks uit. Okay, okay. Ik heb naam onder de kont, hè? Jij gaat gewoon zo chanteren altijd. Ja. Ik heb je naam op mijn kont. How do you say proost in salut? Nee. It's like cheers. What's cheers in Italian? Salute, salute. Cheese. In Holland, we say dikke lul. Dikke lul. Yeah, nee. So if you put this, we say dikke lul. Dikke lul, lul. Yeah. Hey, we hebben een boy. Er komt hier morgen achter en heeft iedereen de maffia voor de deur. Je moet uitkijken in deze stad, even serieus. Hij komt er bij mij niet helemaal lekker uit. Oh, so. That's not a small beer. Small beer. This one for what? So as we say in Holland, Ajax. Yeah, but as we say in Holland, we say Hollanda, Peroni. Dikke lul. Ja, dikke lul. Yeah. Thanks. Jongens? Ja, jongens, dikke lul. Salut, abero spritz, aspe non cincine, abero spritz. Perdone. Ik zou ook echt, how do you say proost in de how do you say salad in proost? Ik kreeg hem er even niet lekker uit net. Oh, pizza's in Italië zien er zo lekker uit en ze zijn ook zo lekker. Ze zijn zo lekker natura. Ja. Niet van die ronde viezen van de domino's of zo. Nee. Een beetje gekke vorm hebben. Ja. Echt lekker. De ingrediënten die erop zitten ook. Sta facendo uno shock, non è il caso. No. Non è il caso. No, c'è la polizia. En ik ben echt... Wat gebeurt er nog? Ha distrutto un locale. Ha distrutto un locale. Quello è il malandro mentale. Signora, ha distrutto un locale, ha fatto male a delle persone. Hey, wat gebeurt er allemaal, jongens? Hey, leuk man. Het is echt gezellig hier. Echt een leuke stad. Hij heeft gewoon een stok en een pistool in zijn zak en hij laat gewoon met stoelen naar zich gooien. Wil ik weg een hartslag op 300. Hij stond hier, hè? Stond er zo. Hij stond letterlijk naast je. Geen idee wat er net allemaal gebeurde, jongens. Maar nogmaals, we staan geen Italiaans. We hebben nu al 2 crisis meegemaakt. Vanochtend met die taxichauffeur. Oh ja! En nu dit. Ja, dit was echt leuk. Echt leuk dit. Maar ik paniek in mijn ogen net. Ik zat echt van... Ja, hij stond echt gewoon hier. Hij stond echt naast je gewoon. Ja, die zegt nog, nee, hij moet zo meteen niet naar ons toe komen. Echt niet, ja, totaal niet. Hij komt precies naast je aan te staan. Daar staan. Oh, hier staan. Ja. Toen dacht ik nog, maar wat als die man van het leger opeens dit doet of zo, dan ligt hij bij next. Hij stond ook wel heel erg naar zweet. Ja. Ik weet niet of het filmpje een beetje verstaanbaar was, maar wat ze zeiden, we wisten niet waar het over ging. Iemand die het kan vertalen voor ons zou fijn zijn. Ja. Zo jongens, deze stoelen werden dus net even helemaal de lucht in gegooid door een dronken zwerver, denk ik wat het was. Geen idee wat het was. Ik weet het ook niet. Was je even zo bang, meid? Ja. Ook precies dat die zwerver precies naar ons toe komt. Dat hij gewoon echt letterlijk tegen jou aan gaat staan. Dat ik echt geen wat hij zei, nee, ik ga echt naar binnen. Dat hij dan bijna van alle mensen die daar waren. Jaren vindt dat ik deze schoenen moet kopen. Kijk, ik loop langs de schoenenwinkel, ja? Eigenlijk deze kunnen ook gewoon echt niet meer. Ze zijn helemaal vertrapt. Zeg maar, ergens waar ik zo slecht aan ga, is Air Force die vertrapt zijn. Deze zijn heel mooi. Ja, deze zijn ook heel mooi. Pixel. Ze hebben sowieso wel lijpschoenen hier, kijk. Ik vind deze ook leuk. Maar ik heb die al... Die heb jij in het laag. Ja, in het laag. Die draag je ook zo vaak. Kijk even al deze tassen hier liggen. Dit is toch eigenlijk vet illegaal? Je mag dit toch eigenlijk... Hoe zit dat nou altijd? Want zoals in Barcelona bijvoorbeeld hebben ze echt zo'n touwtje, dan trekken ze gelijk heel het kleedje weg en dan rennen ze weg als de politie eraan komt. Maar ze staan hier ook gewoon met kraampjes zowat. Dus het lijkt me niet dat het hier verboden is. Kijk, de carabinieri jongens, vind ik ook altijd leuk om te zien. Zo jongens, dit is mooi, dit doet me denken aan Milaan. Voor de mensen die ooit in Milaan geweest zijn, wow, dit is wel sick. Hier staan ook al die mannen met die kleedjes weer trouwens. Dit is gaaf. Oh mijn god, bro, McDonald's. Weet je hoe lang we dat niet op hebben? Dat we al hebben gechopt. Door mijn mik heb ik het duidelijk. Wij zijn er nog. Het eerste wat we gaan doen als we in Nederland aankomen is gewoon even lekker een kip nugget klappen bij de McDonald's. Want ze hadden nergens de McDonald's. Nee, inderdaad. Wauw, wie. Kijk, dit is echt die oude bouwstijl zo. Dit is toch lijp dat ze dit... Eigenlijk jammer dat ze dit tegenwoordig gewoon echt niet meer maken weer. Nee hè? Ik vind het ook echt heel... Maar wat de pompen hier ook over hadden, dat dit gewoon niet meer gemaakt wordt. Wauw. Oh, even weer terug naar het hotel. Ik moet zeggen, ik snap die Italianen wel hoor, met die siesta. Op dat allerheetste moment van de dag is het gewoon bijna echt niet lekker meer om buiten te lopen. Zo, zij gaan weer in de lift. Hier. Het lijkt echt een bouwlift gewoon dit. Heel raar. Hoe erg zitten we er doorheen, boys? Oh, ja. Oh, Jade van Vleet. Ik wilde net zeggen dat je de siesta aan het houden was. Je lag te lachen in je slaap. Wat zeg je? Ik sliep op. Maar je lag te lachen in je slaap? Nee. Je was echt zo... Een beetje van... Zoals ik al zei, een siestaatje is nooit verkeerd, want we zijn in Italië, dus dan kan het gewoon lekker, hè? Ik moet zeggen dat ik trouwens ook echt bizarre wallen heb vandaag. Maar dat komt echt omdat we vannacht gewoon zo laat zijn gaan slapen. Voor de laatste avond daar in Sorrento. En ja, dan lig je er inderdaad ook een beetje zo bij. Eeuw jongens, dit is wel echt een partijtje gooien. Kijk hoe geel die bril is. Wat is dit? Nou, lekker man. Echt lekker. Gelukkig hebben we maar één nacht hier. Let op. Ik kan gewoon als het goed is de andere kamer binnenlopen. Heel aanstraders. Ik dacht ik loop zo jullie kamer in. We hebben helemaal niet op slot. Nee. Iedereen kan gewoon die kamers inlopen in dat hotel. Ja, dat is nice. Op slot doen. Hebben jullie ook lekker liggen pitten, boys? Ja. Oh, luie honden dat jullie zijn. Kijk, ik weet dus niet wat hier gebeurt is in die kamer, maar wat ik al liet zien, die zieke schimmel. Een of andere... Hoe ontstaat dit? Is dit gewoon een lekkage of zo? Of, Ik denk het wel, zo lijkt het wel. Ja, hè? Dit is wel chill, want daar hoefden we dus, zoals ik al zei, maar de helft van de prijs te betalen voor deze kamer. Beter. Iedereen heeft dus even lekker een dutje gedaan. En Alex, check eens even wat ben je aan het checken. Ik ben de menu van McDonald's aan het checken. Ja toch. Dat is echt lekkere shit hier. Zoals ik vanmiddag al zei, iedereen heeft gewoon even trek in de McDonald's. Wat hè? Wat is dit? Oh. Friet met cheese en bacon. Patat met bacon. I love that. Oh, goeie. Jezus, dat is er nog allemaal. Hey, stem jij er ook voor om naar de McDonald's te gaan zo even lekker? Ai, lekker. Huh, ze hebben ook een McToast. Het is gewoon een soort van tosti. Ja. Huh? Gelukkig is de hitte ook een beetje weg. Het was echt volgens mij, ik denk 38 graden of zo hier. En het valt nu, kijk. Het is soms een beetje ondergaan. We zitten wel echt in een leuk straatje. Als je zo kijkt daarnaar. Kijk dan, hoe gaaf het eruit ziet. Zo echt een lijpe stad. En daar precies achter zie je dus weer de Vesuvius ook. Oh, dat valt me nu pas op trouwens. Ja, hier zie je hem ook. Oh hoor. Ja. Oh, ik zie het ook net. What the fuck? Hé, let op, als je dus hier... Nee. Je moet er dus op gaan staan, hoe gammel. Echt een eng balkon. Ja bro, dit zijn echt enge balkonnetjes. Ja, punt. Als je hier dus op... Hier, kijk. Holy shit. Nee, ga ik echt nooit... Nee. Daar gaan we weer. Deze trap, de treden zijn zeg maar net te hoog. Dat is altijd... Dat je net ver valt. Een trap moet gewoon perfect gemaakt zijn wat iedereen gewend is eigenlijk. Kijk eens, iedereen is klaar. Alleen Ricardo moet zich laten testen op corona dus. Want die heeft nog geen testbewijs om terug te vliegen. Dus die is even daar naartoe. Dit hotel heeft trouwens iets aparts. Dat je zeg maar de sleutel die je dus hebt, dat je die moet inleveren bij de receptie als je weggaat. Zodat ze hem dan weer kunnen geven als je terugkomt. Hij is echt heel chill. Ja, best wel chill, want dan kan je hem nooit kwijtraken. Ik heb altijd dat ik die slit. Maar misschien ook omdat hier... Ja, of waar het pas zit, of die glijdt zo uit je zak, of weet ik veel wat. Misschien ook dus omdat hier veel gestolen wordt of zo. Dat als je stadsverschil gestolen wordt... Ja, dat zou wel kunnen. Ik heb geen idee wat... Qua veiligheid. Wat zou anders de reden kunnen zijn dat ze dat doen? Want ik heb dat nog nooit, in alle hotels waar ik ooit geweest ben, heb ik dat echt nog nooit meegemaakt. Dus ik heb geen idee. Daar zijn we weer in de straten van Napels. Het ziet er ook echt niet uit als een hotel binnenkomstding. Het ziet er meer uit als... Ja, een griezel iets. Kijk eens wat mooi dat de zon nog zo daar erop staat. En als je hem omdraait, hier gaan wij eten. Ik vind het echt knap dat wij niet naar de McDonald's gaan. Nou, ik weet dat ik vanavond nog wel denk van... Ja, waarschijnlijk wel. Het is natuurlijk... Zo. Het is natuurlijk onze laatste avond hier, dus we dachten, ja, als we nu naar de McDonald's gaan, zou ook een beetje nergens op slaan. Maar we gaan sowieso wel dikke cheeseburger daarna nog gaan. Ja, als we aankomen is Schiphol, moeten we gewoon naar die Burger King gaan. Ja, dat ook. Nee, niet de burger. Kijk, de kaart, daar komt hij. Ik denk dat dat wijn is. Oh, dat is wijn. Nou, doe dat maar even niet. Niet weer wijn. Godverdomme. Oh, ja. Hey, zou je misschien wat minder kunnen schelden in mijn vlogs? Ja. Ja? Het zou echt fijn zijn. Is dat irritant? Wow, dit is lijp. We hebben dus een Italiaanse kaart gekregen. En als je dus een foto maakt met de Google Translate app... Ga eens terug. Zeg maar dit toe. Ja, als je zo een foto maakt... Kan ik een foto maken? Van de kaart. Dan scant hij hem. En dan ziet hij alle tekst staan en dan vertaalt hij het automatisch. Wow. Waarom wist ik dit niet? Kijk, nu staat hij ook gewoon onder alles, zeg maar, vertaald. Ja, je kan niet lezen, is ook niet heel boeiend of zo, maar dat het kan is wel lijp. Dat is wel lijp, hè? We zitten trouwens hier dus bij een pleintje. Ja, ja. Ik ben nu wel even positief. Oh, nice. Dus ik moet er langer blijven allemaal. Oh, shit. Nou, wat kut zeg. Nou, dan ga ik echt mijn vlucht missen. Stel je voor dat je nu wel echt positief getest was. Ja, dat was wel echt keihard, dus ja. Ja. Pak karma, pak je dat zo hard. Ja. Oké, er gebeurt ineens weer wat allemaal. Overal de politie en we horen allemaal mensen gillen in de verte. Wat is er nou weer aan de hand? Ik zweer, Napels, als je ramptoerist bent, moet je hierheen gaan. De politie staat er nu allemaal klaar. Blijkbaar is het dus tegen het... mondmasker en het vaccin. Het is aardig druk aan het worden hier. Rijdt daar ook al politie? En Albert zei dus dat deze mensen tegen het vaccin waren, tegen mondkapjes en niet werkt ofzo. Ja. Ja, ja. Hier heb ik al de hele vakantie op zitten wachten. Dat is al met spersiebonen erop. Dat is wel een beetje jammer. Zo, gaat even een liedje af. Oh jongens, er gebeuren weer dingen hier. Nee, Gio, blijf hier. Wat? De tyfus. Kijk nou. Daarom, maar Gio wilde er nog wat toe. Daar rijdt gewoon net recht voor onze neus. We lopen weg bij het restaurant. De auto weer tegen een vuilnisbak aan. Jongens, deze stad is zo chaos. Ik snap wel dat er zeg maar gewoon leger op de hoek van de stoep staat bijna overal. Ze doen ook helemaal niks. Nee. Ja, maar ja. Ik hier morgen alleen achter. Ja. Hier, dit zie je ook gewoon bijna overal staan hier. Ik zeg je eerlijk, ik ben echt blij dat ik gewoon mijn camera vandaag nog heb. Er zijn ook niet heel veel de stad in geweest of zo, maar... Het zou nu echt zo geweldig zijn als hij nu wordt gestolen. Oh, alsnog. En we zijn weer veilig terug in het... Oh, zo. Nou, veilig wil ik niet zeggen. We zijn weer terug in het hotel. Alex is al lekker naar bed, want die houdt het voor gezien. Want we moeten dus, zoals ik al zei, morgen... Ik weet niet of ik het gezegd heb. Morgen moeten wij... Om precies te zijn, hoe laat op? Kwart? Nee, ik zou jou kunnen in 5 uur opgaan. Als we 6 uur weg moeten, broer, weet je hoe snel ik ben? Heb wel eens ingepakt. Alles is ingepakt, broer. Heb jij het gedaan of heb je het zelf gedaan? Nou, hij heeft het niet eens uitgepakt. Ja, klopt. Ik heb vanochtend alles ingepakt bij het oude resort. Oude hotel. Ja. Hij heeft zeg maar de helft in mijn koffer gedaan, omdat die van hem gewoon dicht. Ik heb 1 shirtje in jouw koffer gedaan. Een zwembroek, 3 shirtjes of zo ook nog. Dat is zo niet waar. Oké, we gaan het zien. Hey, we gaan weer Mario Kart doen met z'n allen, maar het is gewoon niet leuk om tegen deze mensen te spelen. Nee, ze zijn zo goed. Jullie zijn zo slecht allemaal. Ik win, en het is niet om op te scheppen, ik win altijd alles in dit spel. Maar ja, we gaan maar voor de leuk even meedoen. 4 spelers. Als iemand mij verslaat vandaag, dat hij boven mijn eigen klasse bent, krijg je €100. Boven je eigen, hoe werkt het dan? Ja, hij weet niet eens hoe het werkt. Maar als ik gewoon die race van je win? Nee, in het klassement. Je moet 4 racen. Oh, 4 racen. Oh, easy. Ik zal het de volgende keer in de vlog een keer proberen op te nemen met iets. Ik weet alleen niet precies hoe het helemaal werkt op een Nintendo Switch. Oké, het was de jongens tegen de meiden. Rechts staat onze score, links staat de meiden score. Wie heeft er gewonnen? Oh jee. 3, 2, 1. Ja! De mannen hebben gewonnen! Oh, zo. Tijd om naar bed te gaan. Lekker met een overwinning naar bed. Dat is zo'n lekker gevoel. Ja, echt, je slaapt lekker alleen, hè? Je slaapt lekker met Nora. Oh, is goed. Ja, jongens en meiden. Zoals ik al zei, is het dus tijd om te slapen. Alex ligt echt achter deze muur. Hier ligt zijn kamer. Ligt uit de pit al een uur volgens mij. Dus ik ga ook lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog hier vanuit Napels. Dit is nu de situatie. Oh, het is ook gewoon nog best druk hier zo, joh. Kijk dan even. Echt levendig hier gewoon nog op straat. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om naar huis te gaan, want ik zou nog wel langer willen blijven, maar aan alles komt een eind. Hè? Aan alles komt een eind? Net zoals onze relatie? Ik ben echt boos. Uh-oh. Ik ga het kort houden. Ik ga Jaren net zoals daar op de foto vastbinden aan het bed. Net zoals daar... Oké, grapje. Jongens en meiden. Hups. Bedankt voor het kijken. Tot morgen en ik zeg later.